FM. Midvliet FM 1072 1079 kabel 929 midvliet.nl. Midvliet FM, het laatste nieuws van heel dichtbij. Ja, en een hele goede avond. Het is een hele rare Area 51 voor mij vanavond hier bij Midvliet FM. Ja, ten eerste ben ik live op tv. Ik heb een live band, dus voor mij ook altijd weer een beetje wennen natuurlijk. En ik word er helemaal eng van de camera's. Ja, ik ben natuurlijk radioman, ik ben dat helemaal niet gewend. Hey, ik heb de band Jannica heb ik hier vanavond live in de studio. We gaan vanavond natuurlijk naar jullie luisteren. Jullie hebben ongeveer een nummertje of acht, hè, voordat we de ruzie krijgen met de buren. Ik hoop het, ja. Ik hoop dat we geen ruzie krijgen met de buren. Nee, ik ben net aan de deur geweest en dat ging allemaal goed komen, zei die meneer. Misschien dat hij nog wel even kwam kijken ook. Hey, maar ik vind het heel vreemd. Ik val gelijk met de deur in huis. Van Engelstalig naar Nederlandstalig. Ja, ik ben geboren Nederlandse, dus het ging... We dachten, laten we het Nederlands gaan. Ja, toch vind ik, weet je, ik heb zo'n mooi cd'tje voor jullie nog. Waar staat dan op van, hoe heet dat, alle nummers. En dan hoorde ik een aantal nummers zeg maar, op internet van jullie. En toen dacht ik van, hé, die heb ik ergens liggen. Ik denk, ga toch eens vragen of ze een keertje langs willen komen bij mij. Nou, ik denk, probeer eerst ene telefoonnummer. Nou, dan krijg je oude manager aan de telefoon. En ik denk, nou, dat is niks. Ik denk, probeer ik het op Facebook, kijken of ik jullie kan vinden. Nou, ik heb jullie gevonden. En nou, jullie gaan vanavond live gewoon spelen hier in Area 51. Eerste nummer wat je gaat spelen. Het heet Als je belt. Nou ja, ik bel je dadelijk. Ja, Jannica. Had je al gedaan, toch? Dat ja, precies.
Zeneca, live in Area 51. Nou, ik vond het in het Nederlands ook goed, dit. Ik blijf achter die camera staan. Nee, je mag er voor mij nog een stuk of tig spelen. Ik vind het helemaal prima, dit. Hey, het volgende nummer wat je gaat spelen voor ons? Niets voor mij. Niets voor mij? Dat weet ik niet. Het is niets voor mij. Maar het is jouw nummer. Jerrica, yes. Live. Jerrica, live in Area 51, Midvliet FM. Nou, ik vraag toch nog wat aan je.
Wat is het volgende nummer wat je gaat spelen? Blijf. Oh, je hebt geluid natuurlijk. Blijven dan. Ja, voor mij wel. Ik vind het helemaal... Ik vind het lekker klinken zo. Een keertje Nederlandstalig. Dat Engels afgezaagd iedere keer. Gaan we de volgende keer weer doen. Iedereen doet het, toch? Ja, precies. Hey. Een paar bandjes. Ja, dat is waar. Een stuk of 100.000, denk ik. Ik denk half... Ik denk drie kwart Den Haag gewoon Engels. Weinig zangeres, weinig bassist. Ja, precies. Ik vind het apart. Een vrouwelijke bassist ook. Ja, toch? Je hebt ook een rapper erbij, geloof ik ook nog. Ja, die komt straks. Oh, die komt straks pas. Die bewaren we nog even. Nee, die stellen we straks ook wel voor dan. Ja, precies. Okay. Hey, Jenica live hier in Area 51. Kom maar les. Jenica, live in Area 51. Ja, jullie vinden niet erg dat ik een klein speakbriefje erbij heb, hè? Nou, nee. Ik heb toch wel wat dingetjes voor jullie opgezocht. Ja, ik vond het wel leuk om zeg maar, wat vragen te stellen die voor jullie ook wat moeilijker zijn. Hey, de bandbezetting. Is die een beetje veranderd, of niet? Nogal, hè? Ja, best toch wel, hè? Weer niet, hè? Ja, nee, ik kom wel bekende gezichten tegen. En, ja, ik mis er toch eentje. We waren met vier. Ja. Toen waren we met drie. Drie. En toen waren we heel lang met drie. Met drie. En toen kwam er weer vier.
Toen waren we weer met drie. Toen kwam weer met vier. Dat hebben we zo'n tijdje volgehouden. En toen dachten we, ah, weet je wat, weg met een gitarist. Ja, je hebt toch niet nodig. Nee. Vier? Toch niet nodig. De beste passeur van Nederland staat erbij. Dus ja, dat is allemaal geregeld. Dat zeg je hey, dan, hè? Ja, dat zeg ik toch. De beste passeur van Nederland. Basseur? Ja, basseur noemen ze dat tegenwoordig. Dat is een net woord daar, hoor. Bassist, ja, vind ik niet weer. Basseus in mijn geval dan misschien. Ja, precies. Ja. Hey, hebben jullie nou nog in meer bands gespeeld? Toevallig. Max, jij? Best wel, hè? Ja, ik heb nog meer bands Ja, je moet er eigenlijk een beetje naar je toe komen. Maar ja, dat red ik nou net weer niet tussen al die kabeltjes door. Janneke, jij? Ik heb een heleboel bandjes gezeten. Wat? Alleen op een gegeven moment was ik er klaar mee. Ik wil gewoon doen wat ik wil. Je wil gewoon een vaste band hebben eigenlijk. Ja, oh, ja, nou, dat heb je nu in principe wel bereikt. Ja. Heb je nog meer hobby's? Of wordt dit zeg maar weer een carrière? Of gaat het eigenlijk weer op een carrière lijken? Laat ik het zo zeggen. Ja, ik heb de hele tijd hebben we eigenlijk niet echt opgetreden. We hadden niet zo heel veel... weet je, een hoop gitaristen die niet werkten. En, althans, die werkten wel, maar niet zo goed met ons samen. En... we krijgen kinderen, althans wij twee dan. Ja. Met elkaar over. Nee, dat wist ik. Ja, nee. Hebben we ook weer apart gedaan. Oh ja, dat van die verhalen van die vrouwen altijd. Hè. Dan moet het weer uitgelegd worden dat het niet zo gegaan is. Ja, precies. Nou ja, op een gegeven moment ging het weer jeuken. Dan dacht ik, toch weer eens een keertje. Dat is dan weer gelijk weer zo'n ander soort jeuk. Ja. Ja. Goed, hè, je bent live. Ja, dus leuk is dit, hè? Het is, hoe laat leven? Het is? Na tien, het mag net, ja. Oké. Okay. Hebben jullie een platenlabel al of eigen beer weer? Eigen beer. Ja, ja, heerlijk. Zelfs die oude cd die ik eigenlijk heb. Is er alweer wat nieuws op cd aan het komen? Ja, we zijn net opnames afgerond. Ja? We zijn nu in het proces van afmixen beland. En het gaat gestaag, maar we nemen onze tijd. Hoe vreemd is het nou, want ik hoorde dat je een rapper erbij hebt genomen. Is dat raar of is dat, zeg maar, was het wennen voor jullie in het begin? Nou, eigenlijk, ja, voor hem vooral weer. Ja. Als je dus zo'n bende komt, ja, ik kan me voorstellen dat is een jongen die zichzelf niet op zijn gemak voelt. Hij is ook nog 10 jaar jonger en zo, het is nog wel langer. Oh, dat is ook weer zo'n identitycrisis krijg je dan, weet je wel. Van, ja, ja, het leek mij leuk om eens een keer iets met Nederlandstalige rap te doen. En we kwamen Niels tegen via Iger, de band van mijn man, die heeft in Krimpen nogal wat dingetjes gedaan. En daar kwam ik Niels tegen eigenlijk op festival, hè. Een beetje zitten kletsen. En toen dacht ik van, misschien leuk is een keer wat samen te doen. Een half jaar later of zo. We hebben een keer gebeld. We bellen. We bellen. We faxen, we mailen, we appen. En ik heb het uiteindelijk ook gedaan. Dus dat was misschien wel... Ik vind het echt apart gewoon om een rapper erbij te pakken bij Jennica. Ja. Nou ja, het is één nummer, hè. Het is een gelegenheid. Ja. Kijk, die jongen is natuurlijk nog jong. Hij moet er helemaal ingroeien. Hij heeft nog een carrière voor zich. Het is moeilijk natuurlijk. Ja, hij moet voor het eerst gaat hij rappen natuurlijk op het podium dadelijk. Dan weer niet. Weer iets meer ervaring dan dat. Maar een klein beetje meer ervaring. We waren erg onder de indruk van hem. En we hopen dat hij het ook leuk vindt om met ons zo dit soort dingetjes te ervaren. En we zien wel waar het schip staat. Wie schrijft de teksten? Jullie allemaal of jij alleen nog steeds? Mm-hmm. Ja, het is... Ja, beeld. Ja. Ik kan gewoon mijn hand opsteken. En radio. Nee, ik doe het. Sorry. De rap heb ik niks mee te maken. Nee, dat is waar. Dat is ook moeilijk om te schrijven natuurlijk in een band. Hè, rappen. Vraag maar aan hem. Ja, je komt er maar even bij staan. Je zit daar nou net echt, zeg maar... Hij komt eraan ook nu, dus... Hij komt eraan. Nou, jij bent dus de rapper. Ja. Stel je even voor aan het grote publiek hier in Leidschendam en omstreken. Ja, ik ben Niels... Eng, hè, zo'n tv? Ik vind het ook eng, hoor. Ik vind het nog steeds niks. Inderdaad. En mijn rapnaam is Schele Nelis. zoek me op Facebook. Daar staan ook mijn tracks. Ik denk dat ik dadelijk even met Janneke ga praten over die naam. Want ik weet het niet. Schele Nelis. Ik krijg ook zo'n beetje een manke Nelis gevoel. Die is toch wel een poosje weg. Nielis misschien, toch? Ja. Die was beter. Heb jij toevallig opleiding in muziek? Of heb je denkt, ik pak gewoon ik ga rappen. Ik heb er zin in. Ja. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, ik luister veel Nederlandse rap. En zodoende zelf ook wat dingen gaan doen met vrienden van me. En dat is wat serieuzer geworden. Ja, dat kan je wel stellen. Je zit nou in een band. Dus dan ben je wat serieuzer. Ja. Hebben jullie ooit gedacht om weer terug te gaan naar Engels, Janneke, of niet? Nee. Nee. Mooi, nee, kort antwoord. Gewoon niet. Dan gaan we nog even naar het belangrijkste, hoe heet dat vraagje? Koffie, bier of fris? Thee. Thee, bier, koffie. Ja. Cola Light. Cola Light. Oh, die hadden er ook nog eentje voor je. Hey, volgende nummer wat jullie gaan zingen voor ons. Spelen. Alles is goed. Ja? Ja, ik vind het wel. Oké, nemen jullie al een biertje daar. Weet je wat jij ervan vindt? Maar, nou, ik vind het nog steeds goed. Het is alles goed. Oké. Okay. Hey, Jennica, live Area 51.
Leg de dag van vandaag niet in de handen van morgen. Alles is goed. Als de aarde plakt, kan je dan zelf vanaf. Is de zee te heet, verbrand je dan je gat. En als de morgen diep valt in het avonddruk, ja, dan sta je nog te staan met je billen bloot. Er zijn zoveel vragen, maar ik krijg geen antwoord. Ben ik nou gek of zijn ze zwaar gestoord? Alweer een vraag, de zoveelste keer ben ik bewust van, maar toch doe ik het weer. Telkens weer en telkens weer, het is een spilling van de tijd, maar toch telkens weer. En ook al weet ik dat het niks verandert aan me nu meer, dat ik dan zeiken naar mijn kop met mijn kutgezeur. Alles is goed, alles is goud, de toekomst op mijn lark, het verleden laat me koud. Het leven dat is nu, geen minuut geleden, geen minuut vooruit, geen verleden op een heden. Carpe diem, loop met de lach, zie wat hangen in de boom, dus ik pluk die dag. Ik heb het gezag, alles onder controle, voel de tranen van geluk en voel mijn wangen rollen. Gisteren is geweest, voor nu een feest, alleen maar happiness, nu voor de geest. Gemoed verstand in een alle variaties gehad, nu alleen maar goede dingen. Op het pad. Nu is nu, morgen is morgen, ben aan het genieten. Totaal geen zorgen in de kop. Ik ga voorop, geen hoogtevrees, sta aan de top. Kortom, doe gewoon lekker je ding. Geniet van momenten voordat je begint. Onthoud één ding, alles is goed. Als honingmelk en maagden uit de handel zijn gehaald, yeah. Yeah. Dan blijft er een systeem waar alle logica in faalt. De dag van morgen lijkt op even terug. Yeah, 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 yeah. Gaat de tijd nog steeds niet dan te vlug? Nee. Mening van vroeger haalt me het gewoon niet tegen. Yeah. Dus hou het me binnen, laat het lekker belegen. Je kunt alles vergeten en alles is goed. Alles is goed, alles is goed, alles is goed. Leg de dag van vandaag niet in de handen van morgen. Nee. En alles is goed. Oh. Jenica, live, Area 51, Midvliet FM. Met wat technische probleempjes. Maar wat had je nou weer? Heb je niet gemerkt? Nou ja, ik was eigenlijk iets wat voorbereiding aan het doen. Tegelijkertijd. Oh, tussendoor. Ja, nou, ik zat wel mee te luisteren. Maar en hopelijk was iedereen thuis net eventjes. Of zo, Nee, ik ga dadelijk toch vragen wat het was. Nee, mijn band vloog af van mijn bas. Dus ik kon even helemaal niet spelen. Dus. Nou, jullie hebben ook wel eens een gitarist gehad die met minder snaren in één keer speelde op een podium. Ongetwijfeld, maar dat doen alle gitaristen. Ja, daarom. Dus een beetje gitarist gaat gewoon door. Hey, wanneer kunnen we jullie weer live zien? Ja, buiten dit dan, maar. 21 mei. Ja? We spelen op een Slowaaks feest. Ja, ik had zoiets zitten lezen, ja. Ik heb de naam maar niet meegenomen van die artiest die met jullie meedoet. Tenminste, bij jullie. Volgens mij heet hij Peter. Vraag het aan hem, hij staat naast je. Hoe heet deze meneer? Peter Natsch. Oh, dat vallen we met Peter Natsch. Het schijnt de Slowaakse Marco Borsato te zijn en wij mogen ze voorprogramma doen. Dus. Ja, het is Slowaakse ook. Ja, de Slowaakse. Het moet altijd beter zijn, natuurlijk. Hey, met welke band zouden jullie wel eens samen willen spelen? Gewoon dat je zegt van op een podium staan en een bekende band. Ja, die leven nog niet meer. Ja, dus van de alle 13 dood is dat eigenlijk. Ja. Gouden ouwe, niet meer zo lekker fris. Ja, precies. Nou, noem eens wat. Nou, ik ben erg gecharmeerd van Is Ook Schitterend. Dat vind ik een hele goede band. EOS. Als het een Nederlandstalige soort van bereikbare band moet zijn, dan vind ik dat wel heel. Ja, maar die is er niet meer, hè, EOS? Nee, snap je. Ja, hij is ermee gestopt. Hij heeft de stekker eruit getrokken, die jongeman. Meen je? Ja. Shit. Nou, die dus. Ja. En ja, ik vind Bluff een goede band, maar dan hoef ik niet per se mee op een podium. Nou, als je lekker op dat festival kan staan bij ze, dat zou toch wel. Welk festival? Dat Concert at Sea. Ja, zo lekker. Ja. Natuurlijk. Ja. Kom biertje, maar. Biertje erbij. Kom maar. Gaan jullie nog iets met de grote prijs doen of de popronde? Nee. Nee? Nee. Hoor niet? Nou, wij zijn niet zo goed in wedstrijden. Je kan het al licht proberen natuurlijk. Maar ja, dat roepen we iedere keer. En iedere keer denken we, doen we dit in godsnaam? Dus dat is niet, ja, jullie vinden het niet echt leuk eigenlijk. Nou ja, de laatste keer moest het publiek stemmen. En toen waren we heel ver weg. En toen hadden we 2 mensen en toen werden we 4. Dus dan kan je de sterren in de hemel spelen, maar als je met twee mensen meeneemt, ja, dan is het moeilijk. Hey, welk nieuwsfeit greep jullie het meest aan? Zal ik gewoon een rondje maken? Eentje. Oké. Nieuwsfeit. Ja, Brussel, hè. Dat is toch wel het meest aangrijpende in de recente. Ja. Ja, zoiets had ik ook. Ik denk de meesten zeggen wel Brussel. Nou, dan gaan we naar. Jij hebt een microfoon, hoef ik niet naar je toe te lopen. Nieuwsfeit. Nieuws. Nieuws. Simpel, hè?
Jannica vierde, ik kreeg prezet. Ja? Nou, dat was wel heftig nieuws. Oké okay, dan. Vierde, dat is de vierde werd, van de vier. Ja. Van de vier? Ja, ja. Ja, maar het is geen contrast met Brussel. Ja. Nee, natuurlijk Brussel ook. Jannica? Ja, eigenlijk niet alleen Brussel. Het is natuurlijk overal ter wereld, al die brandharen. Het is Brussel, het is Istanbul, het is Pakistan. Mensen zijn gewoon gek geworden. Die opblazen om maar zoveel mogelijk kapot te maken. En dan denk ik, ja, precies. Ja, we dachten dat we redelijk veilig waren. Maar ja, we hebben Rotterdam nou gezien. Hè, dus ja, het komt dus wat dichterbij ook. Het is nooit weg geweest, denk ik. Ik denk dat we nooit veilig zijn geweest. En dat geeft niet. Als je maar niet bang bent. Precies. Dat heel belangrijk. Gewoon door blijven gaan. Festivaletjes toe en al die gekkigheid om meer. Yep. Hey, noem je site Facebook en al die gekkigheid eventjes. Jannica Bent. Zijn we op Facebook. Dus www.facebook.com/JannicaBent. En daar kom je ook via onze website. Jannica, dat is J-A-N-I-K-A. Toen we Engelstalig waren, heette het Jannica. Ik ben Janneke, dus dat werd ooit zo geschreven. Vond ik leuk. Klonk lekker Engels en zo. Nu mag je ook gewoon Jannica zeggen. Als het maar geen Arnica wordt. Heb je bij Google wel eens je naam ingesproken? Ik heb van de week het geprobeerd voor de gein. Hè? Van onze naam? Ja. Of je eigen naam? Nee, gewoon jullie naam. Oh, okay. Weet je waar je dan uitkomt? Nee. Op een of andere, ik krijg het er niet uit. Kom je op een of andere rare site van een blote dame kom je terecht. Meen je? Ja, meen ik echt. Is ze wel lekker of niet? Nee, ik heb voor de rest ook eigenlijk, ik heb niet gekeken. Ik denk, nou probeer ik mijn eigen naam, weet je wel. Steven gewoon, probeer ik uit. En dan die E erachteraan, Stephanie. Komt er een of andere, Stephanie komt er in één keer uit bij mij. Dat werkt echt goed hoor, dat Google met inspreken en al die gekke gaan meer. Ik heb nog niet geprobeerd. Vinden jullie belangrijk eigenlijk, Facebook en al die multimedia? Ah, je hebt van die bandjes die er zijn dan likes aan het vissen. Dan, denk, ja. Nou, dan heb je 400 likes, nou leuk. Je hebt er niet geen, zo. Er komen er nog steeds twee als je staat op te treden. Ja, precies. Dus weet je, leuk. Ik vind Facebook heel leuk. Maar ja, gewoon om Facebook, niet om zeg maar je eigen helemaal te promoten en te... Nee. Dus ze vinden social media, ik ben misschien wat te bescheiden. Ik heb eigenlijk nog iemand nodig die dat helemaal niet bijhoudt. Nou ja, die gewoon schaamteloos dat... Gewoon alles erop. Dingen, ja, hoppakee. YouTube filmpjes, al die hele geleerd. Ja, je hebt gelijk. Ik ben gewoon, wat dat betreft, heb ik gewoon iets te veel bescheiden. Iets veel te bescheiden, ja. Volgende wat jullie gaan spelen. Plaatsdelict. Plaatsdelict. Jannica, live. Thank you.
ik, ja. Meestal wacht ik dan eventjes, weet je, jullie hebben af en toe zo'n nootje ertussen zitten dat ik denk van, oh, net niet. Ik ben net te snel met mijn afkondiging. Hey, zeg maar, als jullie gaan schrijven, tenminste jij gaat schrijven, ja, neem je dan de band erbij, dat je zeg maar met z'n allen een beetje gaat verzinnen of ja. Zonder je jezelf helemaal af? Nee. Niet? Nee, we doen het eigenlijk met z'n allen. En zeker muzikaal gezien, ja? Hij speelt een dingetje, ik speel een dingetje. Nou, dan kunnen we daar samen wat mee en dan begint hij een beetje te rammelen. En nou ja, aan het eind van de avond hebben we of een hele of interessante niks. Avond gehad. Of we hebben een nieuw nummer. Dan denk ik, nou, kijk, volgende week nog een paar keer doen. En dan kunnen we spelen? Ja. Ja, precies. Hey, eerste optreden ooit, hoe was dat? Mijn eerste optreden ooit? Of met elkaar? Nou, met elkaar. We hebben een aantal eerste optredens gehad. Ja, we hebben een aantal eerste optredens met elkaar gehad. Ik ben begonnen met Max en nog een aantal anderen. Ja. Nou, toen werden het Max, Joey en ik, ja. Met z'n drieën. Was een gitarist, die we nog steeds een enorm warm hart toedragen, maar die wilde andere dingen gaan doen. En toen repeteerden we hier in Leidschendam, naar de benen. En toen zaten we met z'n drieën eigenlijk in de oefenruimte van, ja jongens... We missen wat, weet je wel. We moeten er wat bij. Wat zullen we doen? En toen hoorden we uit de andere oefenruimte hoorden we een keyboardspeler. Jezus, het is die jongen goed, zeg. Dus ik ben naar buiten gelopen. De deur gebonst, deur open gegooid. Jij, wil jij bij ons komen spelen? Was hij dus. Ja. Was Leslie. En Les, nee joh, ik ben aan het afstuderen. Ik heb geen tijd. Geen tijd. Nee, moeilijk. En nee, ik zei, nou weet je wat, kom dan een keer kijken. Dus we moesten in Den Haag spelen, in de Pater. En... Toen is die komen kijken en toen kwam die een keertje mee repeteren, toch maar wel. Ondanks dat hij aan het afstuderen was. Nou ja, hij staat er nog. Hij staat er nog. Overigens, Max wilde ook niet met mij spelen, die kwam wel even invallen. Even invallen, ja. En die zit dus nu al, zeg maar, vanaf het begin zit hij bij jou, geloof ik, hè? Ja. Ja. Zoiets, ja. Ja. Wij spelen samen vanaf dat ik 17 was. Ik ga niet vertellen hoe oud ik nu ben, maar dat is best al wel een tijdje Nooit vertellen. Nou iets over afstuderen, hoor. Hoe lang heb jij over je opleiding gedaan? 4 jaar. Goed, kijk, Erwin, zo werkt dat. Nee, ik heb namelijk gezien, daar staat iemand die heeft er iets langer over gedaan, over zijn opleiding. Ja, maar dan geef je het extra goed. Ja, maar toch? Ik wil het even weten, even dan gelijk weten, weet je, of het ook kan in korte. Ja. Ja, dan weet ik dat. Maar wat voor studie? Een universitaire of HBO? Ja, kijk, het is veel moeilijker. Ik heb het wel leuk gedaan, hoor. Hey. Shit. Oh, niks. Ja, nou, net is niet... Volgende nummer wat jullie gaan spelen. Volgende nummer wat jullie gaan spelen? Maakt niet uit. Dat weet ik ook niet. Zal ik mijn lijst er even bij pakken? Dan? Of kijk jij? Zo heet die. Oké. Okay. Jerrica, live, Area 51, met Friedewim. Ah.
altijd lang en niet de blik van een ander. Was het beter daar, maar zelfs al blijf ik voor altijd zoeken naar gevaar. Jessica! Nou, straks kijken we nog een paar leuke voor je. Denk het haast wel. Hebben jullie nog speciale kleding aan op het podium? Als jullie zeggen maar nee, hè? Nee, dat was weer zo'n inkoppen waarbij je zegt, nee, je hebt er eigenlijk niks van, je kan er ook niks mee ook. Bijgelovig? Dat vraag je dan aan hem. Ja. Okay. Bijgelovig? Ja. Wat doen jullie voor een optreden? Iedereen moet dan zijn mond tegen me aannemen. Ook niet? Nee. Dat je zeg maar een konijnenvoetje hebt, joh, het is wel eens, weet je wat in die... Slechte, oh, ja. Slechte generalen, als het echt helemaal goed gaat, fout gaat, helemaal slecht gaat de avond ervoor. Het mag, het is wat later. Dus het mag. Maar ja, het is niet zo net. Er zijn kinderen bij. Oh ja, dat is waar. Die zitten daar nog op die. Ja, ja. Ze zijn wel steeds witter, allebei. Ja, die vallen daar vanzelf in slaap, joh. Hey, recensies, zijn die geschreven over jullie al? In het Nederlands? Zeg maar Nederlandstalig. Stukjes ergens op internet. Ja, niks noemenswaardig, volgens mij. Oké. Okay. Dus ik nodig iedereen uit om vooral een recensie te schrijven. Positief, gewoon zeggen. Negatief doen we delete, maar positief. En Max heeft gewoon gelijk, gewoon alles wat positief is, dat moet je... Ja, dat vind ik ook. Ja, toch? Hey, Feyenoord, Ajax, FC Den Haag. Een beetje nadenken over je antwoord, hè? Ja. Een beetje een rare driehoek hier, hè? I don't, het boeit me echt totaal niet. Ja. Vrouwenkorfbal. Vrouwenkorfbal. Nee, joh, ik weet het niet. Dan zit je wel gelijk goed, want dan hoef je nergens wat van... te vinden. Echt, voetbal interesseert me echt. Nee, ik heb ook helemaal niks met voetbal. Het is ook gemengd. Ja, joh, sorry. Vrouwenvoetbal. Ook niet. Korfbal. Nee, ik vind het helemaal niks. Weet je, dat zijn dingen die ik zie ze wel eens zeg maar op zaterdag als Anouk aan het karate is dan. Zijn ze met korfbal. Dat gaat nergens over. Ik heb het wel 10 jaar gedaan. Dus oh, sorry. Ja, geef me. Nee, ja, dat wist ik niet. Het is leuk. Nou, dat is dus die vraag die nogal gevoelig ligt, zie ik hier staan. Dan, ja. Ik geef gewoon helemaal niks om. Hey, zouden jullie filmmuziek willen maken of niet? Nu? Ja, ja hoor. Later. Wat voor soort film zou het moeten zijn dan? Dat roept hij, hè? Dat maakt wel niet. Dat is erg Max. Een leuke film. Ja, dat is echt een favoriet liedje van Jessica. Gaan we weer een rondje maken. Het laatste liedje. Nee, ik weet niet. Het laatste? Nee hoor. Jessica? Ja. Ik vind... het is niet zozeer dat ik een favoriet liedje heb. Nee. Alleen, ik vind de volgorde wel... Ik heb wel een favoriete volgorde. Okay, ja. Eindigen met een uitsmijter en beginnen met een instapliedje. Beetje, ja. Ja, gewoon een beetje een algemeen liedje in mee beginnen en ja. Dan eindigen met een zijn beetje... Er zijn wel nummers die ik denk van nou, hier moeten we nog eens een keer over wat mee doen. Dat is niet helemaal, maar er zijn ook nummers dat ik denk van ja, hier kunnen we wel mee voor de dag komen. Ja, Max, als je hart geldt, wat is jouw favoriete nummer? Favoriete.
Ja, logisch, tuurlijk. Nou, we gaan gewoon weer lekker naar jullie muziek luisteren. We gaan er nu in ieder geval één doen, dat ik altijd zeg, nou, die spelen we op 7 en dan... dan is de rest minimaal 12 fouten altijd in dat nummer, ja? Dus het wordt heel spannend. Nou, we gaan luisteren. Gisteren ging die redelijk goed, dus slechte repetitie. Was een goede repetitie. Goed. Dus, hoe heet die? Neem me mee. Jenica, live. Janica, live, met Philippe. Hey, wat willen jullie nu bereiken met de band? Ja, lekker spelen. Spelen, creëren. Nieuwe dingen doen. Festivalletjes, podiumpjes. Ja. Gewoon echt hier en daar, gewoon lekker overal naartoe. Ja,
Gewoon leuk. Leuk met muziek. Geen niet zoals die bandjes allemaal zijn, weet je wel, dat ze haat en nijd onder elkaar hebben. Gewoon gezellig spelen. Ja, ja, dat vind ik ook belangrijk. Ja. Dat is toch het leukste wat er is. Samen iets creëren, samen muziek maken, samen. Ja, dingen gewoon doen. Dingen doen. Precies. Hebben jullie nog wat aan mij te vragen? Vind je het een beetje leuk? Ja, tuurlijk vind ik het leuk. Ja, tuurlijk. Dat is logisch natuurlijk. Anders had ik jullie niet uitgenodigd. Ik denk, ik ga eerst luisteren natuurlijk op internet. Ja. Nou, dat vond ik al leuk. Dan vind ik aan de enkel een beetje statisch, vind ik dat altijd internet. Ja, ja, je hoort enkel de muziek. Dus dan, je ziet er eigenlijk weinig bij. Hè? Maar het wordt alweer het laatste nummer voor vanavond. Die horen jullie straks natuurlijk wel zeg maar live in de studio aan de andere kant. Maar dan wordt er niet meer gespeeld. Even terugstemmen hoor, sorry. Ja, dat maakt niet uit. Stemmen, doe ik gewoon door je heen. Stemmen, ja, dat geeft niks. Voor een achtergrondje. Ja, dat wel een lekker achtergrondje, zo'n bedje noemen ze dat. Ja, is mooi. Ja, vind je hem goed? Ja, dat is mooi. Wat vind je eigenlijk van het Nederlandstalige? Ja, leuk. Ja? Ja, ik vind het inderdaad, ik vind het gaaf. Het is tenminste weer anders als alle andere bandjes. Ja, toch? Nou, dat vonden wij dus ook. Ja, en ik denk dat hier toch weer een klein beetje markt in gaat zitten dan. Ja, denk je? Ja, misschien wel. Oeh, we gaan de markt op. Nou, ja, als je bij wijze van spreken, er is Engelstalig, is er zat. Ja, dat vonden wij nou ook. Er is zoveel Engelstalig en ik zat toen was mijn zoontje nog klein en zag ik allerlei Nederlandstalige liedjes. Ik denk, eigenlijk klinkt het gewoon, je kan veel meer ja. K3. Bob de Bauer en zo. Ik noemde het vroeger altijd Kutri. Diepgaande teksten, wat? Kutri, country, weet je. Sst, ja, nee, ik vind het niet, ja. Maar niet, weet het, wat ik vind, weet je, je kan inderdaad, als band kan je veel meer doen met Nederlandstalig, als wat je nu tegenwoordig hoort. Ja. Maar ik vind, er zijn ook wel echt hele goede Nederlandstalige rappers. Er zijn hele goede die echt met taal bezig zijn. Ik wil niet zeggen dat ik nou zulke briljante teksten schrijf. Nee, maar zijn wel echt gewoon mensen die heel erg goed met tekst bezig zijn. Ja, er zijn ook weer een heleboel van die standaardliedjes, weet je wel. Dat vind ik dan weer niks. Ook waar. Ja. Ja. Ik denk dat we het laatste nummer gaan instarten van vanavond. Het laatste live nummer dan. Helemaal goed. Het nummer heet Goddelijk. Jenica. Die hebben we ooit eens in het Engels gedaan. Maar ik zal het daar eens opzoeken. Jenica, live. Spannend. Thank you.
buiten ligt. Maar jouw hand, jouw hand, jouw hand. Jenica, hier. Yeah. Live. Met VFM. Hey, we gaan verder maar, denk ik maar eens, met een klein stukje journaal wat we nog hebben.